boeken zijn er om jaargrenzen te negeren, laat staan een decennium of een eeuw. Woorden die lang geleden zijn geschreven kunnen ons vandaag de dag ook nog een beeld of een gevoel aanreiken. En andersom kunnen recente gebeurtenissen ons doen terugdenken aan de verhalen die we kennen, die daarmee een extra laagje krijgen. Net als vorig jaar is het vlogboek Jaaroverzicht geen overzicht van boeken die het afgelopen jaar zijn verschenen. Maar aan de hand van thema's die dit jaar mede hebben vormgegeven en van momenten die zijn opgevallen, put ik uit mijn eigen leesgeschiedenis en hopelijk kun je er zelf nog wat titels aan toevoegen. De bestorming van het Capitool op 6 januari had mythische proporties, waarbij mensen zich van hun slechtste kant lieten zien of van hun meest revolutionaire kant, afhankelijk van welke kant je kiest. Een dergelijke bestorming doet denken aan de Franse Revolutie met de bestorming van de Bastille, maar ook in onze Nederlandse literatuur kennen we gedenkwaardige vormen van oproer, zoals in Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel, waarin Amsterdam wordt aangevallen door de Kennemers en de Waterlanders, waardoor de tragische held Gijsbrecht moet vluchten. Of de historische roman De Leeuw van Vlaanderen van oer-Vlaming Hendrik Conscience, vol met opstanden bij het kasteel van Malen, de wraakactie om Brugge te veroveren en de allesbeslissende slag van Guldensporen, voorafgegaan door soldaten die uit vaderlandsliefde de Vlaamse aarde letterlijk opeten. Of de opstand in Bint van Ferdinand Bordewijk, waarbij de leerlingen zich verzetten tegen het tuchtsysteem van de school, maar notabene door een andere klas, de hel, wordt de opstand neergeslagen. Opstand was er ook na de invoering van de avondklok, alhoewel we dat beter rellen kunnen noemen. Daarna was er rust met verlaten straten en een gekke stilte vroeg op de avond. En misschien heeft niemand in de Nederlandse literatuur een dreigende stilte zo mooi en treffend weergegeven als Paul van Ostaaien in zijn bundel Bezette Stad, waarin de desolate straten en de dreiging in Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog in typografische poëzie is omgezet met bijvoorbeeld het zo lege, eenzame stad. Maar bij een avondklok moet ik ook denken aan de vergelding van Jan Brokke over de dood van een Duitse soldaat in Rome tijdens de Tweede Wereldoorlog, die een causale keten in werking zet met een gruwelijke vergeldingsactie tot gevolg. En enigszins vergelijkbaar is de klassieker De Aanslag van Harry Mulisch, waarbij de foute politieagent Vaker Ploeg na sperrtijd wordt vermoord voor het huis van hoofdpersoon Anton Steenwijk, voor wie de aanslag een beslissend moment in zijn leven zal zijn en waarbij de schuldvraag telkens zal terugkeren. Verschrikkelijk nieuws was de moord op Peter R. de Vries, een man die met zijn optredens en zijn invloed op geruchtmakende zaken een belangrijke rol in ons land had, maar ook een invloed heeft gehad op onze literatuur. Sowieso op het boek van Astrid Holleder, die hij terzijde stond, de zus van Willem Holleder. Maar denk ook aan Jij bent van mij van Peter Middendorp, geïnspireerd op de moord op Marianne Vaatstra, een zaak die de Vries constant heeft beziggehouden en waarbij zijn invloed bepalend was. Op vergelijkbare wijze liet Desanne van Brederode zich inspireren door de Deventer-moordzaak voor haar roman Door mijn schuld. En er is een alter ego van de Vries te vinden in Tess Franke's De Bezieling met het personage Bas P. Verhoef. En de natuur liet ook van zich horen dit jaar. Bijvoorbeeld met de desastreuze overstromingen in Duitsland, België en Nederland in juli van dit jaar. Catastrofale beelden waarin straten veranderden in een kolkende rivier. Ook in enkele boeken die ik dit jaar las kwam het water tot grote hoogte. De klimaatfictie Cliffy van Adriaan van Dis beschrijft een Nederland na een overstroming waarbij de monarchie is afgeschaft en een fascistische president aan het roer staat en een gevluchte Hongaar de lotgevallen een stem probeert te geven. Maar bovenal is Cliffy een parabel waarin de kracht van de tekst en de waarde van literatuur centraal staan. In Waterjager van Chris Polane is het Paramaribo dat in de zee is gezakt en waar mannen als testosteronbommen de dienst uitmaken, gelardeerd met spirituele en religieuze verwijzingen. En ik las dit jaar Het Hemelse Gerecht van Renate Dorenstein over twee merkwaardige zussen met een succesvol restaurant, maar die tot kwalijke beslissingen komen terwijl het water uit de rivier stijgt. De vulkaanuitbarstingen op La Palma haalden vanaf september wekenlang het nieuws met indrukwekkende droombeelden en dat ene kleine huisje dat te midden van het lavageweld overeind bleef, althans een tijdje. Stromboli van Saskia Noord speelt zich voor het grootste gedeelte af op het gelijknamige vulkaaneiland, maar de vulkaan is ook een metafoor voor het zwijgen over seksueel misbruik. Ooit moet de eruptie komen. Voor vulkanen zou ik ook weer naar De Aanslag van Harry Mulisch kunnen verwijzen dat vol zit met as. Maar liever verwijs ik naar De Pupil, een novelle. Een verhaal over een schrijver die
vertoeft in de buurt van de Vesuvius, toch wel een van de beruchtste vulkanen uit de geschiedenis, met dank aan de overblijfselen van het Romeinse stadje Pompeii, dat centraal staat in de gelijknamige vuistdikke historische roman van Robert Harris, over een Romeinse ingenieur die omgeven wordt door raadselachtige natuurverschijnselen. Hoe zou dat aflopen? Op het politieke toneel stonden de zorgelijke gebeurtenissen in Myanmar centraal. Een militaire staatsgreep in februari, massademonstraties, chaos, bloederige gevechten en uiteindelijk een volledig land in crisis. Het land dat vroeger Birma of Burma werd genoemd is te vinden in de Burma-dagboeken van Wim Kan, die hij schreef in verschillende jappenkampen terwijl hij aan de Birma-spoorlijn moest werken. Karel Glasser van Loon tekende in De Onzichtbare uit 2003 vanuit Thailand de verhalen op van vluchtelingen uit Birma, dat tot 2007 een militaire dictatuur was. En daarmee was de coup van dit jaar weer in democratisch opzicht een flinke stap terug. En de nieuwe omvangrijke roman van Auke Huls met de cryptische titel The Michikoshi Troost Baby Company heeft ook een lijntje met Myanmar, waar de vriendin van de hoofdpersoon een jaartje verblijft. Over there, they're over there, they're over there, they're everywhere. De herovering van Afghanistan door de Taliban nadat de Amerikanen en de NAVO zich terugtrokken, leek de westerse wereld te verrassen. In hoog tempo werd grondgebied overmeesterd en in augustus viel de stad Kabul. De evacuatie van tolken en families en andere mensen die het Nederlandse leger en de staat hadden geholpen, kwam te laat op gang. En de vluchtelingen in harskampen werden getrakteerd op vuurwerk en geschreeuw. Zeker sinds 9/11 maken Afghanistan en de Taliban regelmatig deel uit van de Nederlandse boeken. Van heel fictief, zoals in Geronimo van Leon de Winter over een complot rondom de dood van Osama Bin Laden, naar realistisch met De Gelukvinder van Edward van der Vendel en Anoush Elman over een jongen die met zijn familie een verblijfsvergunning in Nederland probeert te bemachtigen. Een klassieker is natuurlijk De Vliegeraar van Khaled Hosseini, dat begint in een onschuldig Afghanistan voordat de Russen het land binnenvallen en voordat de Taliban aan de macht komt. En dit jaar las ik de magistrale roman Saturday van Ian McEwan, zich afspelend in het hartje Londen, maar dat begint met een brandend vliegtuig in de lucht waarbij hoofdpersonage Henry Perrone, een neurochirurg, zich afvraagt of het een aanslag van de Taliban zal zijn. Luchtiger nieuws was de walrus die zich langs de Waddenkust verplaatste om uiteindelijk naar Engeland te vertrekken. De ultieme literaire walrus is natuurlijk die uit het korte dichtverhaal The Walrus and the Carpenter van Lewis Carroll in zijn boek Through the Looking Glass en waarmee ik kennis maakte door de Disney-bewerking van Alice in Wonderland en ik als kind met tranen zat op het moment dat de oesters waren verslonden. Oh, much more than you realize. Zo gemeen. Onlangs las ik het klassieke tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla van de 19e eeuwse volksdichter Hendrik Tollens. De belangrijkste dieren in het verhaal zijn de levensgevaarlijke ijsberen en dolende poolvossen, maar in een klein tussenzinnetje wordt er ook gewag gemaakt van Rob en Walrus op en tussen het hortende ijs. En ik denk ook nog even aan I Am The Walrus van The Beatles en daarmee ook aan de dit jaar verschenen documentaire Get Back van Peter Jackson met oud filmmateriaal van de band. Het lied zou volgens sommigen wijzen op de dood van Paul McCartney, net als het zinnetje The Walrus was Paul van Lennon in het nummer Glass Onion. Voor liefhebbers van complotdenken rondom de Beatles is het boek The Walrus was Paul van R. Gary Patterson wellicht interessante pulp. En in Amerika was er ophef over het prentenboek Johnny the Walrus van Matt Walsh over een jongetje dat denkt dat hij een walrus is. Het boek stond hoog in de LGBTQ+ boekenlijst van Amazon, maar bleek juist een nogal transfobe inhoud te hebben. De moraal van het boek is namelijk, kleine kinderen moet je niet laten geloven dat ze een walrus zijn, want dat zijn ze niet. En doet ermee een beetje denken aan het boekweek-essay Een beer in bontjas van de afgelopen jaar overleden schrijver Hafid Bouwassa, waarin hij begint met de parabel van een beer. Dat precies het tegenovergestelde toont. Jij bent geen beer, je bent gewoon een gekke man met een bontjas die zich hoognodig moet scheren. Een metafoor voor het etiket van allochtone schrijver waar Bouwassa maar niet van af leek te komen. Hafid Bouwassa was mijn literaire crush tijdens mijn studententijd en waarschijnlijk ook de eerste schrijver van wie ik een verhalenbundel van voor naar achteren las. In zijn geval zijn debuut De Voeten van Abdullah uit 1996, die bij herlezing nog niets aan kracht en verbeelding heeft ingeboet. En via Bouwassa kwam ik bij De Alef van Borges en bij de verhalen van Duizend en Eén Nacht. Brengt mij bij het korte verhaal. Ik las dit jaar Fly Already van Edgar Caret, 19e eeuwse Nederlandse horrorverhalen, hertaald door Ivo de Wijs, Nederzettingen van Sanneke van Hassel, wat Tsjechov, het prachtige melancholische verhaal Bloempluis van Lydia Rood en Brommer op Zee van Maarten Biesheuvel. Want hé, je moet toch weten waar de titel van dat programma waar je nooit naar kijkt vandaan komt. En tot slot een bundel die ik al van harte kan aanbevelen en die eind januari 2022 zal verschijnen, Jerrycan van Joep van Helder.
En het zou zomaar kunnen dat over die bundel in 2022 een vlogboekvideo verschijnt. Tot zover dit vlogboekjaaroverzicht 2021. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik wens iedereen een heel gezond en verbeeldingrijk 2022.